zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer in Gelderland. Er moet nu echt geld bij komen. Die voorziening, ook in onze dorpen, maar ook in onze steden, is ultra belangrijk. Dus wat dat betreft, bijbetalen ja. En verder in het nieuws vandaag, Zetten loopt vol voor jaarmarkt op Hemelvaartsdag. En NEC maakt zich klaar voor de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen AZ. De toekomst van het Gelders openbaar vervoer is zorgwekkend. De kosten van het busvervoer zijn opgelopen door de hoge brandstofkosten en hogere personeelskosten. Daarnaast stappen sinds corona minder mensen in de bus. De provincie gaat komende jaar flink bezuinigen en vindt dat het Rijk moet meebetalen om de dienstverlening op orde te houden. Ja, natuurlijk schrik je daarvan. Donkere wolken boven het Gelders openbaar vervoer. De kosten lopen op en daardoor ontstaan er enorme financiële tekorten. Als er geen geld bij komt, moet het busvervoer flink worden afgeschaald. Maar dat echt 1 op de 10 ritten straks misschien wel niet meer door kan gaan als gevolg van budgettekorten, dat is natuurlijk een grandioze schending van de leefbaarheid in onze hele provincie. En dat is gewoon heel ernstig. Reizigersorganisatie Rover vreest dat het juist de kwetsbare gebieden zijn die het hardst worden geraakt. Vooral de plattelandsgebieden hebben daar de meeste last van. De Betuwe, de Achterhoek, de Veluwe. Als er 10% geschrapt wordt, want dan zal dat vooral dus aan de uiteinde van de dag zijn. De vroege bussen en de late bussen. Wat betekent dat voor de leefbaarheid van juist die gebieden? Dat de mensen hun buren moeten vragen om ze per auto ergens naartoe te brengen. Ja, als dat kan natuurlijk. Ja, precies. Toch kan er nog geld bij komen. De provincie wil dat het Rijk bij gaat betalen, maar kan zelf natuurlijk ook in de buidel tasten. Die voorziening, ook in onze dorpen, maar ook in onze steden, is ultra belangrijk. Dus wat dat betreft bijbetalen ja, maar niet in ons eentje. Ook het Rijk heeft die verantwoordelijkheid en dient mee te betalen. De financiële problemen staan hoog op de politieke agenda. Er zijn inmiddels ook gesprekken gaande. En dan Hemelvaartsdag. Ja, dat staat traditiegetrouw in het teken van braderieën en jaarmarkten. Ook in Zetten werd gisteren weer zo'n jaarmarkt georganiseerd. Inwoners uit diverse omliggende dorpen verzamelden zich massaal in het op één na grootste dorp van Overbetuwe. De hoofdstraat van het dorp is van begin tot einde gevuld met uiteenlopende marktkramen. De een met alledaagse handelswaar en de ander met diverse ambachten. U verkoopt bezems, is dat heel speciaal? Nou, ik denk dat ik een van de laatste ben in Nederland die het nou doet. Het maakt met de hand. En zelf gemaakt allemaal? Niet allemaal, maar ik laat het nog wel zien hoe het gemaakt wordt. Zoals... Oh, dan kunnen we even een stukje volgen. En heeft u dit u zelf geleerd? Of van opa of oma? Ik heb het van een borstelmaker geleerd. En die is ermee gestopt en daar ben ik ermee doorgegaan. Klas u lood? Voor de hobby? Ja, is voor de hobby. Sta je hier speciaal op deze markt? Ja, met mijn vader. Dus die geeft cursus. Hier wordt het gekit, heb ik begrepen. Ja, gesoldeerd. Oh, gesoldeerd. Gesoldeerd. Ik ben nu eventjes het glas op aan het sluiten, dus het lood aan het drukken. En daarna is het solderen. Op het aangrenzende Julianaplein was er vooral ruimte voor attracties, eten en drinken en liepen er enkele filmsterren rond. Jullie verhuren jezelf voor de prinsessen. Dat klopt. Wij komen hier af en toe gewoon rondjes lopen. En iedereen mag met jullie op de foto's? Ja, ja, zeker. Hebben jullie ook nog andere creaties of is het altijd prinses? Alhoewel, dit is een echte prinses. Ben je ook een echte prinses? Ik ben zeker een echte prinses. Ik ben de koningin zelfs. Oh, jeetje. Hoe vindt u het op de jaarmarkt? Ik vind het hier wel gezellig, ja. Ja, ja, lekker weertje, biertje erbij. Lekker relaxed, vrij dagje. Heel gezellig. Even rondjes lopen hier en lekker hapje eten. Ja, ik vind het heel gezellig. Ik vind het heel leuk dat er zoveel te doen is op inzetten. Wat heeft u al gekocht, zie ik? Aardbeien, haakspullen en worst. Toch werden de echte mannen hier vooral uitgedaagd om hun spierkracht op de proef te stellen. Dit is de uitdaging. Wat is de beste score op dit moment? De beste score is volgens mij iets van 18 seconden. En hoe ver komen ze dan? Hoeveel meter? Ja, dat is denk ik 2,5 meter. Yes, ik ben het nou. Woe! Ik ben het nou. Ik denk dat u de eerste prijs gewonnen heeft. Nou, dankjewel. Absoluut. Ja. We hebben ook een behendigheid. Een stukje met de kruiwagen hebben we nog. En we hebben hangen, dus wie het langst kan hangen aan een stang. Okay. Bijna ga ik.
Wie gaat er 10 minuten door? En wat is hiervan het record? Het record is meer dan 5,5 minuut. En hoe oud was die jongen of meisje? Ja, die was 6, 7. En de vader werd tweede. Ja. Dus die was ietsje langzaam. Zo. Ik ga even. Zo. 2 minuten 6. Hoe was het? Leuk en een beetje zwaar. Weet je hoeveel dat je hebt gehangen? Hoe lang al? Volgens mij 2,5 minuut. Ruim 2,5 minuut. Knap hoor. En hoe voelt het nu? Ja, mijn handen doen best wel erg pijn. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, binnenkort presenteert RN7 een mini-documentaire over de toekomst van het dorp Zetten. Hierin zijn ook nog meer beelden te zien van de jaarmarkt. Houd hiervoor onze website en social media in de gaten. De politie heeft afgelopen week 2 keer een inval gedaan bij een kerk in Deest. In de pastorie naast de kerk woont een gezin met 3 kinderen die zich steeds meer afzonderen van de buitenwereld. Zaterdagochtend vond er aanvankelijk alleen een controle plaats op het adres, waarbij de vader werd gearresteerd omdat hij de agenten aanviel. De moeder en een 8-jarige zoon zouden zich hebben verstopt. Woensdag kwam de politie terug, zo te zien op deze foto die een anonieme bron ons toestuurde. Toen bleek de moeder met deze zoon te zijn verdwenen. Volgens omwonenden wilde het gezin volledig onafhankelijk van de buitenwereld leven. Sinds de coronaperiode werden zij hierin steeds radicaler en de politie wil verder geen toelichting geven in deze zaak. De voormalig Nijmeegse wethouder Monique Esselbrugge heeft bij haar nieuwe werkgever, de gemeente Eindhoven, in het eerste jaar bijna €10.000 gedeclareerd omdat ze ook in Nijmegen wilde blijven wonen. Dat meldt dagblad De Gelderlander. De declaraties waren bedoeld voor tijdelijke huisvesting in Eindhoven. Esselbrugge zegt dat ze haar huis in Nijmegen niet kan verkopen omdat haar dochters nog thuis wonen en ze co-ouderschap heeft. Hiernaast declareerde de wethouder ook nog eens €1180 aan woon-werkverkeer. De Nijmeegse Haringparty maakt op dinsdag 13 juni een doorstart dankzij het initiatief van een nieuwe organisatoren en een drankensponsor. De 23e Haringparty is een gelegenheid waarbij Nijmeegse ondernemers zaken doen en bieden op het eerste vaatje nieuwe haring om bij te dragen aan het goede doel. In 2019 kwam er een einde aan het jaarlijks evenement. De coronacrisis was hier een van de oorzaken van. Maar ook het terugtrekken van 2 initiatiefnemers en een sponsor deed de party de das om. Op dinsdag 13 juni kunnen ondernemers van 5:30 tot 8:00 s'avonds genieten van de Haringparty in het Schepenhal van het Stadhuis in Nijmegen. De politie krijgt wel eens het verwijt dat men niets meer hoort over wat er wordt gedaan met een anonieme tip. In het kader daarvan laat de politie Beuningen op Facebook weten dat er een dealersnetwerk is opgerold. Naar aanleiding van invallen in 11 woningen en bedrijfspanden. Deze panden lagen in Nijmegen, Wijchen en Afferden en een van die woningen was omgebouwd tot drugslab. Mede dankzij anonieme tips hebben zij dit netwerk kunnen oprollen. De gemeente Beuningen meldt dat studenten van de HAN op 17 juni een leefstijldag hebben georganiseerd voor ouderen. Tussen 1 uur 's middags en 4 uur 's middags zijn er in het dorpshuis De Lege Polder onder meer workshops, kraampjes, een kwikroute en een gezondheidscheck. En de Nijmeegse rockband De Staat laat weten dat hun albumtrio Red, Yellow en Blue binnenkort ook in het Verenigd Koninkrijk te verkrijgen is. De voorverkoop is al gestart en vanaf 2 juni is deze muziek op zowel cd als vinyl te verkrijgen. En dan sport. NEC speelt zondag de laatste thuiswedstrijd alweer van dit seizoen. AZ is dan de tegenstander, een ploeg die donderdag nog de halve finales in de Conference League speelde. Een lastige tegenstander dus en er is nog een kleine kans om een play-off plek te plakken. En deze week ging het ook over keeper Jasper Cillessen. Want de vraag is, speelt hij? Zoals ik eigenlijk altijd met de spelers zit na een wedstrijd, hebben we ook met Jasper gezeten. Dat was een prima gesprek en hij zal gewoon keeper zondag. Ja, maar je noemde hem na de wedstrijd tegen Twente, zei ja, hij straalt onzekerheid uit. Heeft hij jou kunnen overtuigen dat hij die onzekerheid kwijt is? Nee, ja, dat is natuurlijk niet. Dat is niet met woorden. Ik bedoel, je kan niet tegen mij zeggen, ja, ik ben niet onzeker of wat dan ook. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik hem ook verteld waarom ik dat vond. Hè? En nou goed, daar hebben we het over gehad en hoe we daar eventueel
een oplossing voor kunnen vinden, hè, als elftal en om hem te helpen. En uiteindelijk is het beste medicijn is keepen en je niveau halen, want dan ben je er doorheen. Ja, ik denk dat AZ heel veel kwaliteit heeft, dat ze heel goed voetballen, dat ze heel dynamisch zijn wanneer ze de bal hebben. Goed, we hebben ook wel dingen gezien waar je kansen kunt creëren. Er ligt ook wel wat ruimte, ook als je diep gaat lopen in de omschakeling. Alleen, wat ik al zeg, het begint denk ik met energie en beleving aan een wedstrijd beginnen. Zodat je het AZ moeilijk gaat maken, zodat je in de duels komt. Ja, dan heb je een kans. Ja, dan het weer. Het was vandaag weer een prima dag met veel zon en lokaal al zo'n 19 graden. We beginnen daarom ook even met een waarschuwing, want de zonkracht is momenteel vrij hoog. Een onbeschermde huid kan al binnen 30 minuten verbranden, dus smeren maar weer. Houd daar dus even rekening mee. Ook de komende dagen, want we gaan de zon ook in het weekend veel zien. Morgen bijvoorbeeld al, alhoewel er ook al wat bewolking nog overtrekt. Temperaturen blijven gelijk. Zondag doen we er nog een schepje bovenop. Het wordt dan zo'n 23 graden. Het zal door de hoge luchtvochtigheid wel erg benauwd aanvoelen. Hierdoor is er later op de dag ook kans op een enkele regen- of onweersbui. Voor de maandag geldt hetzelfde, maar dan wordt het lokaal zelfs 25 graden. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC-update. Een voorbeschouwing richting de wedstrijd van AZ. Gevolgd door de nieuwste films in Nu in de Bios. En wij zijn dan maandag weer. Een heel fijn weekend en tot dan!